Hi, welkom bij Jules Cooking en vandaag gaan wij crêpes suzette maken. Schil de sinaasappel en snij het eventuele witte weg. Snijd dit nu in julienne en confijt het in suikerwater. Dit duurt ongeveer 3 uur en doe je op 90 graden. Pers daarna de sinaasappel uit en karamelliseer nu de suiker. Meng het dan met de boter. Blus het af met het sinaasappelsap. En als het een mooie saus is, haal je je crêpes er doorheen. Als je wil weten hoe je deze maakt, kijk dan naar mijn filmpje Flanches. Laat alle smaken goed mengen en leg daarna de crêpes naar één punt. Verwarm het nu op hoog vuur. De pan is nu heet genoeg. Pak nu je drank en giet hem op het hete punt. Spuit hem over de pan. En flambeer in de pan. De pan is goed heet, hou daar rekening mee. Zet je gas weer laag. En verspreid je crêpes weer over de pan, zodat alle heerlijke dranksappen in je crêpe kan trekken. Serveer het met wat uitgescheiden sinaasappel. Deze heb ik verwarmd in wat rum en sinaasappelsap. Leg er dan ook je zestes bij. En heb ik nog één tip. Voor het flamberen kan je elke drank gebruiken die je wil, maar hij moet boven de 35% alcohol zijn. Ik gebruik rum, maar het kan ook cognac zijn. Bon appétit!